Straks de eenzame strijd van Utrechter Felix Rothuizen tegen fietsendieven. Hij is er zat en doet er alles voor om ze op heterdaad te betrappen. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Fietsendieven in Utrecht kunnen maar beter uitkijken. De 34-jarige Felix Rothuizen is het zo zat dat zijn fiets telkens verdwijnt, dat hij nu zelf actie onderneemt om de boeven te vangen. En hij doet dat, net als de politie, met een heuse lokfiets in de hoop de dieven op heterdaad te betrappen en in te rekenen. De 34-jarige Felix ging het afgelopen half jaar al 10 keer op boevenjacht. Mijn fiets is een paar keer gestolen, een paar keer vernield. En ik had er op een gegeven moment genoeg van. En ik denk van, ik ga zelf de boel aanpakken. Ik zorg voor mijn eigen lokfiets. Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 800.000 fietsen gestolen. Felix gaat op pad met een videocamera om de heterdaad vast te leggen. En natuurlijk met de lokfiets. En dan hangen deze eromheen, zodat het lijkt alsof die opengesprongen is. Erg belangrijk, de staalkabel. Deze leg ik hier tussen. Het ene eind maak ik hier vast. En het andere eind maak ik hier aan vast. En dan? Houd de boel goed in de gaten. De fiets onder andere en ook de omgeving. Even kijken wat er rondloopt. Verdachte figuren opsporen. Maar voornamelijk de fiets in de gaten houden. Avondenlang, elke keer toch zeker 4 uur, staat Felix te wachten tot een dief toeslaat. Ik ga zelf iemand staande houden. Vind je dat niet gevaarlijk? Dat is mijn bedoeling. Ja. Gevaarlijk. Daar hangt natuurlijk een risico aan vast. Maar als iedereen zo denkt, dan verandert er niks natuurlijk. Nou, je kan ook gewoon de politie bellen. Ja, maar dan is het meestal al te laat. Ik kan me voorstellen dat jullie wel blij zijn met zo'n actie. Nee, dat vinden we onverstandig. Je weet nooit met wie je te maken hebt. Er zit een gevaar in. Wij bereiden dat soort acties goed voor, want we doen ze zelf natuurlijk wel. Maar het zijn wel maar getrainde politiemensen die in staat zijn mensen aan te houden en die de risico's kennen. Gewoon 112 bellen, dan komen ze meteen. En Felix, die is niet alleen maar gefrustreerd, maar vindt het ook een kick. Heb je ook al een keer iemand staande kunnen houden? Nee, dat is nog niet gelukt. Helaas niet. Dat is ook een beetje de grap van het hele project. Dat we nog geen enkele boef hebben gevangen. En helaas, ook deze missie is uiteindelijk niet gelukt. Nou, helaas, niet gestolen. Volgende keer beter.